Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe roomtour. De eerste roomtour dit jaar, dus ja. Ik ga eventjes buiten staan en dan kunnen jullie de kamer van binnen zien en ja. Oké, we gaan starten van de buitenkant naar binnenkant. Dus hier heb ik nog altijd mijn kast. Ik zal het zo rinsen. Hier heb ik nog altijd mijn kast. Mijn verwarmingsje dat ik amper gebruik. Mijn zetel. Mijn bank eigenlijk, waarmee ik voetbalwedstrijden kijk. Mijn salontafel, dus er zit nog wat chips op. Dus ja. Mijn kastje van mijn tv die eigenlijk ligt. Kastje van mijn radio, kastje van mijn box. Mijn drinkbus, fles water. Mijn televisie die ophangen is met zo'n houder. Dan heb ik hier mijn geniale rekje. CD's zit erin. Mijn radio. Mijn HDMI-kabel voor als ik op mijn tv wil gamen. Een pet van Puma, die ik eigenlijk eventjes ligt. Mijn PlayStation die er ligt. Mijn headset, maar dat is een oude headset die ik amper gebruik. Mijn Google Home. Mijn oplader voor mijn headset. Voor mijn kaskets bedoel ik. Mijn kabel voor mijn kaskets ook opladen. Hier, mijn iPhone. Waarvan ik zoveel mensen heb, ofwel dicht heb. Dan mijn 3 schermen nog altijd. Mijn webcam. Hier staat nu mijn tripod voor als ik, we gaan er direct naar zien. Mijn controller 1. Mijn kastje voor dat speciaal licht hier. Mijn boxen. Nog een controller, dus 2 controllers. De kwast. De draadloze oplader, mijn boxer dus. Mijn Rust GXT toetsenbord, mijn Maxtermuis. Nog een controller. Een andere gsm, een horloge. Een andere webcam. Nog een muis met een pc. Mijn bureaustoel, waar ik dagelijks een tiental uren in zit, zeker en vast. Dan heb ik hier mijn microfoon aan deze kant aangesloten voor toch commentaries te kunnen doen en livestreams zonder dat mijn microfoon in mijn beeld zit. Dan mijn Arizona, moet dat niet aantrekken, dat staat er niet altijd. Mijn deo, mijn parfum staat er wel altijd. Mijn fotokader, mijn oude foto's, dat moet nog allemaal opgeruimd worden, mijn sleutels. Ik ga het hier gaan bijleggen, dus ja. Dan heb ik hier nog een paar oortjes liggen voor al die commentaren die via mijn gsm. Een kerstboompje, maar dat staat hier ook niet altijd. Dan, ik ga hier dan voor staan. Dan heb ik hier een greenscreen. Daarom zet ik mijn webcam en mijn camera daar. Jullie hebben dat misschien al gemerkt op sommige streams en sommige video's. Dat deze greenscreen eigenlijk goed doet. Ik heb die voor kerstmis gekregen en ja. De grap dat elke YouTuber in 2015 maakte. Hier zijn mijn YouTube sticks, 11 euro. Dan heb ik hier nog een kader ophangen met No Sleep in the City. Dan de Red Flames van een plaatje geleden. Mijn display. Dan hier achter mijn kerstboom, je ziet het niet, Be Amazing. En dan heb ik hier nog een ding staan, mijn foto's van vroeger, van mijn eerste communie en mijn plechtige communie. Dus ja, nu zou ik hier achter mij eens eigenlijk kunnen afspelen, maar gaan we niet doen.
Want waarom niet? Ja, ik wil sowieso nog mijn screenscreen zo laten. Ik doe dat gewoon voor streams, gamingvideo's. En ja, er gaan nog wel gamingvideo's komen zonder dat greenscreen. Omdat er nog opstaan die nog zonder greenscreen zijn opgenomen. Dus ja, voor de greenscreen tijd heb ik opgenomen. Dus. Maar dit was zo'n beetje de video van vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Geniet zeker van mijn setup. Die gaat nog een beetje veranderen, denk ik. Ik weet niet hoe, maar die gaat nog een klein beetje veranderen. Bijvoorbeeld een headset hanger voor die headset houder voor die headset. Ja, dat een draadloze headset dat hier ligt. Dat is die was ik zelfs vergeten. Mijn Corsair headset. Corsair HDS. Ja, ik moet er nog eens opzoeken de naam. Ja, HD70S of zoiets. Zoiets. Draadloze headset. Die heb ik ook gekocht. Een weekje, een paar dagen voor Kerstmis. Dat ik toch draadloos kon mijn headset met mijn vrienden praten. En ja, dat ik eigenlijk zo mijn video's kon opnemen. En ja, die review staat ook online. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben volgende keer bij jullie terug met een nieuwe video. Waarschijnlijk is het dan een FIFA video. Dus ja, stay tuned op mijn kanaal voor te volgen wat er op mijn kanaal eigenlijk komt van content. En dan zie ik je boy. Dan zie ik jullie altijd terug. Mijn naam is altijd Dylan. Joe.